Het zit FC Groningen niet mee in de aanloop naar het duel tegen FC Twente. FC Groningen mist maar liefst 8 spelers. Stenman, Levchenko, Matthijs, Kolder en Veldmaten kunnen niet spelen. En de blessures van Luciano en Svejic zijn ernstiger dan verwacht. Bruno Silva, die nog steeds naar Ajax wil, trainde wel even mee. Maar haakte even later weer af en Silva zit dan ook niet bij de selectie voor het duel tegen FC Twente. Daarnaast is ook het meespelen van verdediger Sanko onzeker. Gisteren heeft hij een auto-ongeluk gehad en we zijn al hartstikke blij dat hij heeft een, hier bij zijn wenkbrauw heeft hij een oogwond en zijn ooglid zit over zijn oog heen. Maar hij is er eigenlijk vrij ongedeerd vanaf gekomen. En, we moeten wel kijken naar zondag toe of dat gaat lukken. En daar hebben we wel goede hoop op. Maar die heeft dus een ongelukje met de auto gehad. FC Twente staat vlak achter FC Groningen op de ranglijst. De voorsprong van FC Groningen bedraagt 3 punten. Groningen wist thuis nip te winnen tegen de sterk spelende Tukkers. Twente, veel mensen zeggen die spelen het beste positiespel van de Eredivisie. En dat weet ik niet. Het zal ook niet elke wedstrijd zo zijn. Maar ik denk dat het aardig in de buurt van de waarheid komt. Met name met Engelaar en El Amadi. Ja, fantastisch mooi voetballend middenveld. En natuurlijk een spits die er 14 in heeft liggen met de Koufo. Groningen mist zijn vaste verdedigers tegen Twente. Nu ook Sanko niet inzetbaar lijkt door een auto-ongeluk. Wie weet dat hij morgen weer meetraint zodat hij fit is. Maar we hebben al eerder laten zien dat we ook met de blessures om kunnen gaan. En dat de jonge jongens het gewoon heel goed opvullen. En daar ben ik eigenlijk van overtuigd dat het zondag weer gaat gebeuren. Is de selectie van Groningen zo breed? Ja, hij is redelijk breed. Kijk, als je ziet, zijn die misschien geen bekende namen. Maar als je ziet wat ze op het veld laten zien, dan is dat gewoon heel goed. En als ze zo doorgaan, dan kunnen we ook gewoon voor Twente winnen. FC Groningen wist de laatste 5 competitiewedstrijden op rij te winnen en houdt ondanks alle problemen vertrouwen in een goed resultaat tegen Twente. We hebben de laatste wedstrijden gewonnen. We staan op een hele, hele mooie plek. Nou, eigenlijk kan het alleen nog maar beter. En tegen Twente, ja, het is gewoon een hele mooie wedstrijd om weer te laten zien dat je gewoon in die top 5 hoort. En als we zo blijven voetballen, wie weet wat er staat te gebeuren. Het is een hele belangrijke week, want deze week nog gewoon 2 wedstrijden erbij. Ja, daarom. Zondag is heel belangrijk. Als je dan een goed resultaat weet neer te zetten, dan heb je ook weer groot vertrouwen naar woensdag toe en dan de week erop. En als je dat, als we zondag weten winnen, dan zetten we een hele grote stap naar die top 5, ja.